In de komende video laat ik je zien hoe de online spotcast tool werkt en hoe je die heel makkelijk kan gebruiken. De tool is voor het makkelijk oplezen van teksten voor de camera. Ga naar de URL die je hiernaast ziet. Maak bij voorbaat een boekmark van dit adres, zodat je dit later makkelijk terugvindt. Let op, de inlog is hoofdlettergevoelig. Wanneer je al een inlog hebt, kun je direct inloggen. Wanneer je nog geen inlog hebt, klik dan rechts in het scherm op Join Now. Daar kun je nu een inlog aanmaken. En zodra je die invult, ben je ook meteen ingelogd. Als je dit ziet, zit je ook daadwerkelijk in je profiel. Klik boven in het scherm op de knop AutoCue. Daarmee kom je in het keuzemenu terecht. De eerste keer staan er nog geen presentaties in. Die kun je hier nu wel aanmaken. Vul een toepasselijke presentatienaam in het veld bij Presentation Name en druk vervolgens op Create Presentation. Op dat moment wordt de presentatienaam aangemaakt en kun je deze selecteren bij Select Presentation. Selecteer daar de naam van de presentatie die je wilt openen en klik op Start Presentation. Nu ben je in het afleesgedeelte van dit programma. Hier gebeurt het. Allereerst een korte uitleg over de functionaliteit van de knoppen. Met de knop links onderin kun je terug naar het keuzemenu waar je net vandaan kwam. Met de pijltjesknoppen in het midden kun je tekstpagina naar voren of naar achteren gaan. De knop rechts onderin is voor het bewaren van je tekstwijzigingen. In het zwarte gebied kun je de teksten typen en/of plakken. Zorg ervoor dat je niet te veel tekst op één pagina hebt en verspreid deze zo dat iedere pagina ongeveer 20 seconden tekst bevat. Dat ziet er zo uit. En voor de zekerheid, vergeet niet voordat je afsluit op de bewaarknop te klikken. Ik hoop dat deze uitleg duidelijk voor je was.